Even een paar tips voor het inpakken van je rugzak. De zware dingen zoals je slaapzak en je matje adviseren we om onderaan in je rugzak te stoppen. Slaapzak zit waterdicht verpakt. Matje erbij. Zeiltje erbij, dat je die gelijk uit kan leggen. En eventueel nog opvullen met losse spullen, zoals de vuilniszakjes. En dan heb je misschien nog ruimte voor wat andere kleine dingetjes. Maar de zware dingen onderaan, dicht bij je heup. Nou, dan de spullen die we niet snel nodig hebben. Bijvoorbeeld ons tasje met kleding. Kunnen we dan vervolgens daar weer bovenop leggen. Het liefst zo dicht mogelijk tegen je rug aan, want je kleding heeft ook wel wat gewicht. Spullen die wat lichter zijn, die we niet zoveel nodig hebben. Bijvoorbeeld het pannensetje, inclusief je brandertje, je theedoekje. Ook niet snel nodig, pas als je op het bivak bent. Kunnen we daar weer tegenaan. Persoonlijke hygiëne kan handig zijn om wat sneller bij te kunnen. Dus je kan misschien mooi hier in je topvakje. Dan handdoekje. Kan mooi bovenin je rugzak. Extra schoeisel. De slippers. Eigenlijk allemaal dingen die ik niet per se direct nodig heb. Maar wat wil je wel absoluut snel voor de pak hebben? Dat is je regenkleding. Dus die gaat boven in de rugzak. Regenbroek. Je EHBO'tje, als je die mee hebt, ook boven in de rugzak. En dan komen we bij je voeding. Die wil je natuurlijk ook kunnen pakken tijdens de hike. Dus die kan bovenin. Eventueel een extra flesje water. Een bidon voor de pak. Aan de zijkant van mijn tas. Mijn bestek. Nog wat voeding. Mok. Mijn brandertje, mijn gasblikje. Dan deze dicht. En dan hebben we nog ruimte in ons topvak. Wat gaat er sowieso in je topvak? Is handig om erin te stoppen. Is de Landkamp-brochure waterdicht verpakt met de noodnummers. Misschien je powerbank. Telefoon, een headlightje. Ik heb nog een klein stukje schuim mee waar ik op kan zitten tijdens een verplaatsing. Of niet tijdens een verplaatsing, maar in een pauzemoment. En zoals je ziet, zit alles in de rugzak. En hebben we er niks naast hangen. Want spullen die naast hangen kunnen alleen maar blijven steken of eraf vallen. Heb je nou een blessure aan je heup of aan je knie of je enkel, dan kan het nog fijn zijn om wandelstokken mee te nemen. Want die nemen nog even wat extra gewicht over en dat belast even net wat minder je heup en je knie of je enkel. Voor alle restinformatie, kijk op de Articulate.